In plaats van tegen de avond krijgen we vanmiddag al te maken met zwaar weer. Hevige regenbuien en onweersbuien en hagelstenen zo groot als tennisballen zouden ons te wachten staan. Aan de telefoon heb ik Dennis Wild van Meteoconsult. Ja, Dennis, wanneer gaat het geweld losbarsten? Steef, ja, goedemiddag. Nou, zoals vanochtend hebben we elkaar ook al even gesproken. Het gaat over die buienlijn die nu momenteel ook over de provincie trekt. Die zou ook deactiverend zijn. Nou, dat is ook het geval op dit moment. Ja, dat echte zware werk, dat komt toch echt pas aan het eind van de middag zo'n beetje. Deactiverend, dat zou je even moeten uitleggen, denk ik. Nou, het minder actief worden, hè. Dus okay. Je zag vanochtend een paar stevige buien in het westen van de provincie. En die hebben ook plaatselijk behoorlijk wat water achtergelaten. En er was ook onweer bij en hagel heb ik zelfs gezien. De temperatuur die liep op dat moment ook even terug tot rond de 20 graden. Maar is inmiddels in de buurt van Bergen op Zoom weer opgelopen naar zo'n 26 graden. Terwijl het ruim 30 graden is in de Peel op dit moment. Dus in het oosten van de provincie is het gewoon tropisch warm. Ja, dat duurt het ook nog even voordat het daar komt, hè? Dat zware weer. Ja, het duurt nog best wel een tijdje. Ik denk dat het pas het serieuze werk echt pas vanavond zal zijn daar in het oosten van Brabant. Ja, en dan hebben we het over, je hebt het even over dat serieuze werk, ja, hè? Want de kans is dat het noodweer ook voor flinke overlast kan gaan zorgen. Nou, dat denk ik wel. Het zal lokaal zeker tot overlast leiden, want we verwachten daarbij enorme windvlagen. Tot zo'n 100, misschien wel 120 km per uur. Dus met aanhangwagens, caravans moet je heel erg uitkijken op de weg. Maar ook thuis snel de tuinmeubels binnenhalen en alles wat los en vast zit. Daarnaast hagelstenen, had je het net al over. Tennisballen is misschien een heel groot woord, maar in ieder geval flinke hagelstenen die ook plaatselijk schade aan kunnen richten. En niet te vergeten, de grote hoeveelheid neerslag die in die buien zit. In zeer korte tijd kunnen straten gewoon onderlopen. En het zou me niet verbazen als de brandweer hier en daar nog de boel moet leegpompen. Ja, dat wordt oppassen dus. Dennis Wild, dankjewel voor je toelichting. Laten we hopen dat het allemaal mee gaat vallen.